Om het model te bouwen moeten dus stukjes uit de plankjes worden gehaald. Soms is het daarbij handig om een mesje te gebruiken, maar meestal voldoet het hulphoutje en dan is het handig om er een onderlegger onder te leggen. Er is weinig gereedschap nodig, alleen is het vaak handig om de bewegende onderdelen met wat wax te bewerken. De symbolen betekenen in dit geval dat er met wax gewerkt moet worden. Het uitroepteken geeft aan dat er ergens speciaal op gelet moet worden. De tandwielen laten zien dat het systeem goed moet kunnen draaien. Het plusje geeft aan dat er reserveonderdelen zijn. Het is ook vaak handig om vooruit te kijken. Wat gaat het onderdeel doen? Hoe werkt het en op welke manier kan het handigst worden gemonteerd? De instructiefilm gaat gewoon het handboek bij langs, maar is wel een zeer versnelde weergave. Veel succes met bouwen! We beginnen met het middelste meetwiel. Daar komen nokjes op, maar denk erom, eentje heeft een afwijkende maat. Het is iedere keer zaak om heel goed op te letten welke richting en plek het heeft, want er zit nog wel eens even verschil in. De tweede ring komt er bovenop. En dan komt aan de andere kant een vergelijkbaar meetwiel. Er moet een asje gemaakt worden van twee onderdeeltjes die in elkaar geschoven worden. Die komen daar in het midden. En aan beide kanten komt daar een rondje op, waarbij het zaak is om die goed glad te hebben aan de zijkant. En er even op letten dat er iedere keer de markering rechts of aan de andere kant, juist links, op de juiste plek staat. Door er even met het kaarsje bij langs te gaan, weet je dat het goed glad is en later soepel loopt. Er moet, om het goed te laten lopen, een elastiek omheen. Eventueel kun je gebruik maken van de hulphoutjes die het elastiek even tijdelijk vasthouden. Het is natuurlijk zaak dat het er aan alle kanten even strak en op de juiste manier omheen zit. Om de as heen komt een plaatje met daarin een gat en daarom drie kleine gaten. Er komt een tandwiel bovenop en aan de andere kant gebeurt precies hetzelfde. Let daarbij op de markering rechts en links. Het onderdeel wat de buitenkant gaat vormen moet een onderdeeltje ingeschoven worden. En dan komt het wiel daarin te liggen en de andere kant er ook ingeschoven. Het moet even gepast worden zodat het wiel redelijk recht erin komt te liggen. En zetten we daar even twee hulphoutjes op waardoor het wiel wat beter in positie blijft. Er moeten drie planeetwieltjes worden gemaakt, tandwieltjes die allemaal dezelfde vorm hebben en aan beide kanten een asje. Die wieltjes moeten op de juiste manier erin geplaatst worden en zodat ze met het streepje richting de juiste letter gaan in het zonnewiel, dat is de binnenste, en ook aansluiten op het streepje op het satellietwiel en dat is dan de buitenste. Er komt opnieuw een wiel overheen en daar zitten nokjes aan die als rem fungeren.
Dus het is belangrijk dat ze en in de juiste richting liggen en juist bij de goede letter. Als het dan klopt, dan werkt de ring zo dat hij de ene kant wel en de andere kant niet op kan draaien. Daar komt nog een bijzonder systeem overheen. Dat moet even goed worden vastgezet met een paar onderdeeltjes. De as die moet worden geplaatst, moet even op de goede manier erin gezet worden, zodat het systeem straks keurig werkt. Waarbij nokjes die we hier aan het maken zijn, zo draaien dat ze het systeem behoorlijk vertragen. Door de nokjes eerst even in de rondjes te duwen, kunnen ze met behulp van het hulphoutje stevig worden aangedrukt, zodat ze goed aansluiten. De nokjes worden vastgemaakt op dit bijzondere tandwiel. Ook de nokjes zijn bewerkt met wax. En dan kan dat worden geplaatst ook hier weer. Letten op de richting, de streep die erbij staat. En weer een remmechanisme eroverheen, zodat de draaischijf maar één kant op kan draaien. Het geheel wordt afgedekt met een plaatje. En even checken of inderdaad de draaiercirkels goed werken. We gaan het proces nog een keer herhalen. Hier de drie tandwieltjes. Het verbindingsstukje. De drie tandwieltjes die op de juiste plek geplaatst moeten worden. In het verlengde van de streep op het zonnewiel. En ook op het satellietwiel. Weer een afdekplaatje waar je op moet letten waar de letters zitten. Het plaatje erop van het cycloïdale deel. Verbindingsstukjes. En het onderdeeltje wat als as fungeert. Opnieuw nokjes. En steeds maar die nokjes, maar dat geldt eigenlijk voor alle bewegende onderdelen. Even flink met een vaccinelichtje of kaarsje behandelen, zodat je zeker weet dat het soepel loopt. Vaak kun je het ook even uitproberen als het geplaatst is. De nokjes stevig op de tandwiel. En dan past dat daar weer keurig in. Het remmechanisme. De draaischijf met de verschillende maten erop. En nog een afdekplaatje.
de buitenplaat erop. En als dat stevig vast zit, dan kunnen daar grote verbindingsstukken op. Eens even zoeken dat ze allemaal hun eigen plekje goed gevonden hebben. En als dat is gelukt, stevig aanduwen. Datzelfde met de tweede natuurlijk. De hulphoutjes kunnen worden verwijderd en dan kunnen daar nog wat klemonderdeeltjes komen die ervoor zorgen dat het spul stevig in elkaar zit. En nog een keer het hulphoutje eraf. En het laatste onderdeel toegevoegd. En als het dan goed is, dan draai je de verschillende ringen de goede kant op. Er moeten aan beide kanten ringen zo gedraaid worden dat ze op de nul uitkomen. En vervolgens kun je de beweging maken over een rechte of kromme lijn om te meten hoeveel precies de afstand is. En dat dan weer in centimeters, inch enzovoort. Hopelijk kun je hem op deze manier nuttig gebruiken. Met behulp van de QR-code kun je een app downloaden en dan het apparaat in werking zien. Je moet hem daarvoor eerst scannen en als die dan herkend is, dan kun je hem op het scherm van de telefoon een beetje manipuleren. En even wat uitproberen wat de mogelijkheden zijn. Door er een kaart onder te plaatsen en op de juiste plekken te klikken, gaat de curvimeter mooi zijn eigen gangetje. We maken zo een mooi reisje door Amerika. Een prachtig apparaat. Wil je meer weten over de curvimeter? Dan kun je hieronder verder lezen of de QR-code scannen en dan het informatieboekje downloaden. Meten is weten. De curvimeter kan het over de landkaart zorgen dat alle lijntjes keurig gevolgd worden, waardoor je de afstand op de kaart kunt berekenen en vervolgens aan de hand van de schaal kunt bepalen hoe groot de afstand is. Er worden verschillende maten gebruikt: voeten, inches, meters en centimeters, en het is een kunstje om dat om te rekenen. Om in het kleine apparaat verschillende vertragingen te bewerkstelligen, zijn er een paar systemen opgenomen. Het planeetwielmechanisme zorgt voor de eerste vertraging. Verschillende tandwielen die goed op elkaar in moeten werken. Het bijzondere cycloïdale systeem zorgt voor een hele sterke vertraging, waardoor er zelfs met meters kan worden gemeten. Een prachtig systeem wat mooi samenwerkt en een leuk product oplevert. Een van de verschillende educatieve onderdelen waar je niet alleen veel bouwplezier, maar ook nog veel van kunt leren. Ik hoop dat het allemaal gelukt is.